De basis voor het coulissenlandschap van de Oost-Twentse stuwwal ontstond in de voorlaatste ijstijd. De kleine bossages en graslandjes zijn favoriet onder veel dieren, zoals de middelste bonte specht. Die vestigde zich 15 jaar geleden in Nederland. Harm zag hem hier voor het eerst, op landgoed Singraven. Ja, dit is echt de Engelse landschapstijl, hè? Ja, daar is de kolonie blauwe reigers. Zo, wat een nesten. Ik heb twee opties om dit te doen, of met mijn mobiel of met dit ding. Ja. Dus ik wil eerst dit even proberen. En wat gaan we horen? Als het goed is, de middelste van de smicht. En wat hoop je nu? Dat hij hierop reageert, dat hij getriggerd wordt. Gaat de ooievaar, komt laag over. Ooievaars genoeg, maar de middelste bonte specht laat zich nog niet zien. Mij is ooit verteld, als je hem gezien hebt, dan mag je hem Mibo noemen. Klopt dat? Klopt, ja. Is dat onder vogelaars de Mibo? We hebben het niet over middelste bonte specht, heb je al een Mibo gezien? Maar ik heb nog nooit een middelste bonte gezien, dus ik mag nog niet zeggen, toch? Ja. Ik mag nog niet de Mibo noemen. Oh, ja. Maar zullen we dan naar plek 2 gaan? Ja, is goed. Dan komt best het zo om. Ja? Ja. Kijk, kijk Jeroen, dit is bijna in Nederland een unieke waarneming. Zie je die vliegjes hier? Tegen het licht? Nou, wanneer zie je dat nog? Wanneer fiets je nou nog eens door het land en dat je opeens een hele mond vol vliegen hebt? Dus wij zoeken nu naar hele bijzondere vogels, maar eigenlijk zijn die vliegjes zijn natuurlijk... Ja, dat klopt. Ik zag al wel verschillende minst zo belangrijk, hè? Citroentjes hier. Dat is hem. Dat is het middelste, ja. En terwijl Harm het bos inloopt, zien wij hem recht boven zijn hoofd. Harm. Over je hoofd. Harm. Achter je. Maar hij is alweer weg voordat we hem echt goed in beeld kunnen krijgen. Ik zag hem heel goed, maar ik weet dat een grote bondespecht heeft een rode broek aan. Toch? Rode beentje, rode broek. En de middelste bondespecht een roze broek. Nou, dan zag ik hem. Dus dan vanaf nu heb ik het ook over de Mibo. Nou, je mag mee doen in de club van de Mibo. En de Mibo Club. De Mibo Club. Ik ga een tatoeage laten zetten. Ja, nu krijgen we hem beter in beeld. Een grote bonte specht die hamert in alle bomen die los en vast zitten. Ja. Maar de middelste bonte specht, zijn snavel, is wat minder stevig. Dus die pakt ook bij voorkeur wat... Kijk, dit type boom. Maar kijk maar hoe slecht die boom eraan toe is. Ja, ja. Ja? Dus hier kan die wat mee. Je kan hier wat mee. En de middelste bonte, hoor je die dan ook zo roffelen als de bonte? Hij kan het wel. Ik heb een keer gehoord, maar hij roffelt eigenlijk nooit. In plaats van het roffelen, laat hij nu juist dat janken horen. Nou, we hebben er één, zeg. Fijn, hè? Ja. Ja, dat is wel heel leuk. En dan worden we ook nog getrakteerd op een spechtenconcert. Een zwarte specht. Echt een hele mooie forse roffel. Zwaar geluid. Zwaar geluid, ja. Er zitten 3 paardjes op het land. Geweldig. Prachtige vogel. Wij horen alleen het roffelen, maar natuurfilmer Roel heeft hem verderop ook in beeld. De grote bonte erbij. Dat is wel een leuk verschil, hè? De grote bonte roffelt iets korter dan de kleine bonte. En op een lichter houtje. Lichter houtje, ja. Er zijn onderzoeken geweest hoe de kop van een specht in elkaar zit om te voorkomen dat hij zichzelf een enorme kopbeen bezorgt. Want dit is onvoorstelbaar wat hij doet. Er zit een soort veersysteem in, zeg maar. Ja, ja. Prachtig, hè?